Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij weer deze gloednieuwe podcast. Vandaag ben ik met Leon. Leon, hi. Hoi. Oh, je gaat nu niet iets over jezelf vertellen of zo? Oh, nee, dat moet ik niet doen. Of juist wel. Ja, wel. Goedemorgen. Okay, ja, meestal hallo. Vertel je dan iets. Ik ben Leon Beesteer. Ik zit in HAVO 3. Ik ben blijven zitten. In HAVO 3. Ik zit op Corderius, net als Harmen. Mm-hmm. Hoe ken ik hem? Ja, een jongen in mijn kerk, die kende hem weer. En toen waren we op een gegeven moment waren we samen op kamp. En dat was heel gezellig. En toen kwamen we op een gegeven moment elkaar op school tegen. En een jaar geleden, toen dachten we in één keer van, hey, dat vonden we eigenlijk wel gezellig. Het was eigenlijk best wel toevallig dat we elkaar toen weer tegenkwamen, want we hadden elkaar echt zo lang niet gezien. Ja, het was zeg maar echt op dat kam. Nou, toen was ik echt 10 of zo. Ja, ik ook. En toen kwamen we echt in één keer elkaar op school tegen. Toen volgens mij weer een tijdje niet. En toen in één keer zaten we gewoon vaak met elkaar in de pauze enzovoort. Het was volgens mij gewoon heel random in één keer. Ja, nee, ik kwam in een nieuw jaar en ik kende niemand. Dus ik was ook weer gewoon van in de pauzes ga ik gewoon rondlopen en letterlijk naar mensen op zoek die ik wel ken. En toen was het eigenlijk dat ik elke pauze naar andere mensen toe ging. Maar ik had ook geen zin om zo'n stalker te zijn van, hey, ik hoor nu bij dit groepje, terwijl ik er niet bij hoor. Want ik dacht zo van, ja, dat is ook een beetje raar. Ja. En toen ging ik bij jou zitten en toen vroeg je een keer via WhatsApp of zo van, hey, kom je vandaag weer? En sindsdien ben ik volgens mij nooit meer weggegaan. Ja, precies. Hij kwam daarop neer. Ja. Ik ben jarig op. 19 juni. Moet er een jaar bij? Nee, ik ga wel vragen hoe oud je bent. Oh. Hoe oud ben je? 15. 15? Je bent toch 16? Nee, ik word 19 juni, word dus... Je bent mijn jongste gast ooit. Huh? Mijn sterrenbeeld is... Wordt dit de titel? Ja, mijn jongste gast ooit. En dan photoshop ik jouw hoofd gewoon in... Oké. Wat voor hoofd wil je dan? Wil je dan een heel blij hoofd of een... Ja, we gaan zo nog de thumbnail maken. Dat is altijd nog een kwartier of zo. Oh ja, sorry. Ja. Mijn sterrenbeeld is... Tweeling. Eindelijk iemand die dat weet. Goedemorgen, niemand weet dat. Ja, dat is dus heel raar. Ik vind het heel toevallig, want ik heb dit echt letterlijk gisteren opgezocht. Echt? Weet je ook van hoe lang tot hoe lang het is? Want dan kan ik het ook even voor de vorige gast. Volgens mij is dat iedere keer tot de 22e en tweeling is tot 22 juni. En ik denk dan vanaf 23 mei. Oh, mooi. Dan kan ik voor Thijs ook meteen even tweelingen invullen. Nee. Die was er vorige week. Nee, hij is niet tweeling. Hij is 27 juni. Nee, tot 22 juni is... Oh, tweeling. Maar wat is dan na? Kreeft, dacht ik. Kreeft, oké. Want ik dacht dus altijd dat ik kreeft was. Maar dat is dus na mijn ding. Maar dat is dus nog wel deels in juni. En ik heb dus ook altijd gedacht dat ik in de zomer jarig was. Oh, maar de zomer begint dus op 21 juni, dus ik ben nog in de ene laatste dag van de lente jarig. Wauw. Dat heb ik echt jarig gedacht. Daar ben ik echt, toen ik 12 was, kwam ik er echt pas achter dat ik gewoon in de lente jarig was. Oh, dat moet zo'n teleurstelling geweest zijn. Dat was zo'n teleurstelling. Ja, dat was toch wel jammer. Ja. Ik heb hoeveel broers en hoeveel zussen? Eén zus, toch? Ik heb één zus en een half broer. Ik zet gewoon neer een halve broer. Nee, je halve broer, dat is wat anders. Nee, nu heb je een halve broer. Oh ja, oké, ja, een tweede broer. En... Ja, dat kan ook. Over jouw halve broer heb ik nooit gehoord. Nee, dat vertel ik ook niet heel vaak. Nee, het is een beetje raar, ja. Het zegt gewoon een andere vader. Mm-hmm. Alleen, ik weet ook niks over die man. Dus ja, precies. Maar ja, dat is prima. Mijn huisdieren. Ik heb een konijn. En hoe heet die? Sok. Dat hoort een poesennaam te zijn. Ja, dat zeg je alleen vanwege Enzo. Ik voel me beschuldigd. Dat ben je ook. Okay, beschuldigd ik ben deze ook. Nee, maar daar lag het niet echt aan. Jullie hebben de naam daar niet vandaan? Nee, Sok heeft, zeg maar ons konijn, is gewoon een bruin lichaam. Alleen dan op het einde van zijn pootjes heeft hij wit. Dus het ziet er gewoon een beetje uit alsof hij sokjes aan heeft. Dat is wel super schattig. Ja, dat had hij echt al sinds die klein was. Dus mm-hmm. Toen waren het echt nog kleinere sokjes. Dus vandaar vonden we het leuk. Mijn hobby's. Programmeren. Wat programmeer je? Soms gewoon een beetje spelletjes. En ik hou af en toe ook wel van spelletjes doen. Minecraft en zo? Minecraft, ja.
En zit je dan ook allemaal heksen te installeren en dat je uiteindelijk dan nog toch verliest van een meisje? Aan je mond. Dat is zo niet waar. Daar kwam het toch op neer? Ik had alleen een slash home command gebruikt omdat ik te lui was om helemaal een ladder op te gaan. Want ik had zeg maar een mine gemaakt. Alleen ik wou gewoon niet zeg maar echt een ladder van 70 blokken waar je me echt een minuut mee bezig bent. Dus ik had gewoon een slash home command. Zodat ik zeg maar beneden gewoon een plas water had waar ik gewoon in kon jumpen. En dan met slash home weer naar boven. Dat was het. Wedden dat deze video nu in trending for gamen komt. Ja. Mijn lievelingsvak op school is... Ik ga nu echt als een nerd klinken. Wiskunde. Hoe kan... Ja, maar jij doet wiskunde op VWO niveau. Vertel daar eens wat over. Ja, ik ben blijven zitten. En ik vond vorig jaar vond ik wiskunde vond ik al redelijk makkelijk in HAVO 3. Alleen, nu moet ik het dus weer opnieuw doen. En eigenlijk alles gaat nu gewoon prima. En wiskunde, ja, dat was gewoon eigenlijk te makkelijk. En wat ik wiskunde ook leuk vind om ook iets echt mee te gaan doen. Dachten we, ja, we zoeken meer uitdagingen. En dan ging ik gewoon VWO 3 doen. En dat gaat goed. Heb jij A of B? Ik ga B kiezen. En je hebt nu ook op VWO niveau B? Nee, VWO 3 is ook nog onderbouw. Dus dan heb je niet A of B. Dan heb je gewoon wiskunde. Oh ja, natuurlijk, tuurlijk. Ja, dat had ik ook nog. Wiskunde A, dan krijg je een hoofdstuk in Excel. Dat is echt vreselijk. Wiskunde A lijkt me ook juist niet goed, of zo. Nee, wiskunde A is ook niet ideaal, want dat heb ik nu dus. Maar ik sta wel gewoon 9, dus. Ja, ik sta ook in 9. Oké, dit is heel toevallig. Mijn lievelingseten is... Ik denk dat toch... Oh, dat vind ik moeilijk. Ik vind dit altijd zo'n nare vraag, want het verschilt soms. Soms heb ik echt net iets heel lekkers gegeten, dat ik echt denk, ja, dit is echt het lekkerste. Ik ga dan denk ik toch voor friet met satésaus. Jij zegt friet? Nee, dat zeg ik alleen bij de McDonald's eigenlijk. Ik zeg normaal patat. Patat met, maar bij de McDonald's heb je geen saté. Oké, okay, prima. Pavfriet. Pavfriet met satésaus. Pavfriet. Ik schrijf het ook gewoon op, hoor. Pavfriet met satésaus. Dit lust ik echt niet. Wat lust ik echt niet? Rooi kool. Dat is super lekker. Nee, dat vind ik zo smerig. Er komt altijd gewoon zo'n lucht vanaf. Nou, die ruik je bovenal. En als dan schreeuwt je moeder daarna, dan ruik je dat en dan schreeuwt je moeder van... Leon, eet. En dan heb ik echt zoiets van, nee, zout op. Oké, klim ik liever met lakens mijn ramen, dat ik zelf wel even een frikandelbroodje haal of zo. Dat ik denk, nee. Ja, gewoon goed avondeten, ochtendeten en... Middageten. Ja. Nee, ik probeer dat erg te beperken, omdat ik weet dat het heel slecht is. Ja, valt toch wel mee? Nee, volgens mij is dat echt heel slecht. Maar vooral echt die saus ook. Volgens mij valt het inderdaad wel mee, totdat er echt veel saus op zit. Ja, maar dat supermarkten willen zoveel mogelijk winst maken, dus die pompen altijd heel weinig in die broodjes. Ja, alleen je pakt toch automatisch, ga je echt snuffelen welke het meeste saus heeft. Ja. Dat doet iedereen. Maar ja, Nederland is ook wel de cultuur van energiedrank en frikandelbroodjes, dus op zich. Laat in de poll weten of jij ook kijkt naar de meeste saus bij frikandelbroodjes. Dan moet ik ook nog wel polder in gaan. Oké, dat is minder werk dan als je een podcast opneemt met Thijs Romein. Die heeft in die podcast dingen zitten zeggen dat ik er 16 uur heb zitten aan knippen en renderen. Nice. Dus dat was echt heel erg. Dit is een foto van een frikandelbroodje. Dat is ook gewoon dat ik dit soort dingen nooit doe, want mensen vinden dat altijd grappig om te doen. En de abonneerknop staat hier. Ja. Dat mijn, vind ik ook. Mijn favoriete kleur is? Mijn favoriete kleur is... groen. Dat bedenk je echt net de plek. Nee, ik zat echt na te denken, want ik zeg soms wat anders. Ik heb soms, dan zie ik iets moois... En dan denk ik van, ja, dat vind ik mooi. En dat is dan mijn favoriete kleur. Het was heel lang blauw namelijk. Maar dat was heel standaard, vond ik eigenlijk altijd al. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik vind groen vind ik eigenlijk veel mooier. Op tv kijk ik altijd naar. Ik vind dat zo'n slechte vraag. Wie kijkt er nog tv op dit moment? Niemand. Ja, heel af en toe. Ja, ik kijk nog wel eens Wie is de Mol, als dat er weer op is. Ja. Dat kijkt half Nederland en de andere helft vindt het kut. Ja, en ik ben een van die sukkels die dan ook gewoon
de hele zondag ongeveer aan runs bekijken besteed, zeg maar. Oh ja, ja, ja. Zelf opzoeken. Ik ben niet, zeg maar, zo mollo dat ik echt iedere frame ga uitzoeken, uitpluizen, maar ja. Ja, maar je hebt ook gewoon, dat gaat echt viral op YouTube. Gewoon hele kanalen die alleen maar bestaan uit wie is mijn mol tips en geven en zo. En maar dan heb ik zoiets van, ja, maar dan ga je zeg maar echt, zeg maar, begin van het jaar bouw je op en dan bouw je op en dan heb je echt, echt iets moois. En dan na de ontknoping is het volgens mij echt woem. Ja, maar dat is echt zo. En als je daarna vlogs gaat uploaden of iets in die richting, dan niemand kijkt dat. Nee. Mensen kijken alleen maar voor wie is de mol en zo. Mijn lievelingsmuziek. Wat is je lievelingsartiest? Heel veel verschillend, maar ik denk dat mijn lievelingsartiest dan toch wel Coldplay is. Oh, ja. Is dat van Fireflies? Ja. Ja, nee. Dat is... Wacht, nee, dan ga ik twijfelen. Oh, dit hoekje is heel overbelicht hier zo. Goedemorgen, ik blijf maar... Ja, kijk, zo. Perfect. Ja, Coldplay is toch van Fireflies, toch? Nu ga ik twijfelen. Want ik durf nu niet volmondig ja of nee te zeggen. Want anders krijg je sowieso één iemand of zo die het dan wel weet. Die dan toch weet. Nee, Harme. Coldplay is niet van Fireflies. En de hele wereld gaat ook niet dood aan corona. Ja, dat soort kijkers heb je altijd. Vorige week hebben we het gewoon twee weken geleden was dat. Toen hebben we het een pandemie genoemd. Dus dat is zo'n ziekte waar de hele wereld aan dood gaat uiteindelijk. En toen kreeg ik zo allemaal reacties van... Ja, maar niet de hele wereld gaat aan dood. Want daarvoor heb je al zo'n tegenmedicijn. En dan denk je van, ja. Ja, maar corona gaat toch ook niet de hele wereld aan dood? Het zit nu in Italië. Ja, ik vind dat mensen daar heel hard over stressen. Ik heb zoiets van... Ja, het ergste wat kan gebeuren is dat het de hele wereld overneemt. Iedereen doodgaat. En dan... Het is niet echt iets wat mij geruststelt. Meestal als ik mezelf afvraag wat is het ergste wat kan gebeuren, dan hoor ik liever niet dat de hele wereld doodgaat en dan. Ja. Maar op zich, als ik heb met de corona-experts van twee weken geleden, heb ik afgesproken dat ze hier weer in de studio zitten op het moment dat het de Nederlandse grens over is gekomen. Dus dan krijg ik weer views, dus dat scheelt weer. Heb je die podcast nog niet gezien? Kijk dan op het kanaal van Harmen. Oh, gewoon gratis reclame hier. Hier zo, hier. Mijn favoriete boek is... Ik lees echt nooit boeken. Waarom lees je geen boeken? Ja, ik weet niet. Ik heb daar gewoon de concentratie niet voor. Ik heb soms dan met Nederlands moet ik weer een boek lezen. Dan heb ik wel iets gehaald in de mediatheek. Of in de bieb. Heel af en toe. En dan heb ik dat boek en dan lees ik één pagina. En dan denk ik van... Ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Ja, voor Nederlands. Maar heb ik er zin in? Nee. Ik lees voor het slapen gaan ontzettend veel boeken. Ja, ik heb dat vroeger echt als heel klein kind heb ik dat wel gedaan. Maar ik heb echt in groep 4 of zo voor het laatst een boek uitgelezen. Echt? Ja. Maar ook niet voor andere vakken. Ik heb met Nederlands ben ik altijd weggekomen met samenvattingen. Met Engels leesdossier ook. Ja, maar het is toch ook gewoon een beetje jammer. Nou, ik moet even kijken. Ik ben heel geordend, maar hier. Wist het. Ik heb dit boek gelezen voor Nederlands. Dit is De Ontdekking van de Hemel. Het is het dikste boek wat ik in mijn leven gelezen heb. Ja, ik heb ook wel eens de Bijbel gelezen, maar... Ja, die is nog iets dikker inderdaad. Heb je die helemaal gelezen? Meerdere keren. Is dat je lievelingsboek? Ja, het is ongeveer het enige boek. Ja, dus dat is het lievelingsboek, de Bijbel. Ik ga hem gewoon opschrijven, lekker. Ja, ik heb de Bijbel ook al meerdere keren helemaal gelezen, hoor. Moet even. Sorry, Nu maak je gewoon alle kijkers maak je nu verkouden, hè? Jongens, hier... We doen een prijsvraag en de winnaar krijgt mijn zakdoekje. Zie je rare dingen doen? Ik wil niet knippen in deze podcast. De leukste film vind ik? Frozen. 1 of 2? Spannend, maar toch 1. Maar Frozen 2 komt wel close. Ja, hey, toevallig... Is vorige week dit antwoord ook gegeven? Misschien heb ik een beetje een manipulatief kinderboekje, maar... Was dit vorige week? Heb je die podcast nog niet gezien? Kijk dan nu op het kanaal van Harmen. Stop. Maar wel eerst deze afkijken. Ja, eerst deze afkijken natuurlijk. Want ja, je bent nu nog maar een kwartier verder, dus ja. Later word ik... Programmeur, denk ik.
Ik zat even te kijken of hij vorige week ook gegeven was. Staat er bij vorige week. Later word ik basisschool. Ik moet heel even daar leraar bij schrijven. Leraar. Ja, oké. Okay. Later word ik programmeur. Ja, maar dat hoor je ook, dat antwoord gaf Sam Feij in podcast 1. Heb je die nog niet gezien? Kijk eerst deze podcast af en kijk naar podcast 1. Nu hebben we ze allemaal gehad. Die gaf ook het antwoord programmeur. Kijk anders even de hele playlist. Die staat in de beschrijving van Armin. Het is wel echt zo. Er staat echt een playlist in de beschrijving? Ik heb wel een playlist, maar meestal zet ik in de beschrijving gewoon vorige aflevering. En dan in de beschrijving van de vorige aflevering staat weer vorige aflevering. En zo kan je helemaal terugklikken. Oké. Okay. Behalve bij series die al heel lang lopen. Bijvoorbeeld bij de vlogs ben ik daar ooit middenin mee begonnen. En dan ga ik niet alle video's meer aanpassen inderdaad. Nee, dat snap ik. Wij zijn vrienden omdat? Omdat we allebei gewoon lekker gek kunnen doen. Maar ook goed met elkaar kunnen praten. Dat is wel echt zo inderdaad. Ik heb soms... Dat denk ik gewoon over ons na. En dan denk ik, oké, dat klinkt heel raar. Maar oké, okay, maar dan... Ja, de oorspronkelijke vraag hier is ook... Ik vind jou leuk omdat... Maar die stel ik nooit omdat ik dat raar vind. Maar ik denk er wel eens van... Dan denk ik van... Volgens mij kunnen we echt alleen maar raar doen. Maar als we dan oprecht bij elkaar zijn... Dan kunnen we echt best wel serieus soms ook gewoon zijn. Ja, dat is wel echt zo. Maar serieus als... Gewoon... Als wij in de pauze ergens zitten... En we gaan gewoon naar random mensen roepen... Hey... Tot dit weekend, dus in die richting. Dan zit echt iedereen om ons heen zo van... Oh, nu is het gaan ze weer. Maar op zich, we kunnen ook wel vaak gewoon een goede gesprek voeren ja. En zo. En dat is leuk aan haar. Oh, moet ik ook? Ja. Goede gesprekken kunnen voeren. Wat geeft je een lang antwoord? Sorry. Dan kun je een mooie handschrift even goed showen. Ja. Ik ga een keer na alle podcasts of zo'n video maken waarin we gewoon al die vriendenboekjes weer gaan beantwoorden. Ja, of je moet dat echt gewoon over 2 jaar doen of zo. Ja, eigenlijk wel. Wat kies je? Waterballen of sneeuwballen? Hoezo staat dat erin? Geen idee, het staat er gewoon. Waterballen, sneeuwballen. Stuk taart of een ijsje? Ijsje. Ijsje, ja, ik vind het ook altijd zo geweldig aan vriendenboekjes. Honden of katten? Katten. Ik kies ook alleen maar uit het rechterrijtje. Oh, sorry. Sneeuwpop of zandkasteel? Ja, toch sneeuwpop. Die ja. Staat waarschijnlijk ook rechts. Nee, die staat links. Wat? Kleurpotloden of stiften? Kleurpotloden. Ja, maar het stomme vond ik... Toen ik dit vriendenboekje kocht... Het was zo in een winkel en je zit als 16-jarige te kijken... Dat zijn vriendenboekjes voor 9-jarigen. Maar ik ging heel even kijken naar die vragen. Maar ik wil altijd wel dat het een beetje vragen zijn... Die echt zulke typische vriendenboekje vragen zijn. Niet dat zulke... Vragen zijn die tegenwoordig zo zijn, dus. Toen keek ik zo en toen zag ik dat staan van, wat kies je? En toen dacht ik, oh leuk, dan krijg je allemaal verschillende en bij iedereen andere vragen. Staat er letterlijk op elke pagina exact dezelfde dingen waartussen je kan kiezen. Oh, maar dat zag ik toen niet, dus dat was echt heel slecht, moet ik zeggen. Oh, wat jammer. Ja, je adres en je telefoonnummer zal ik even niet vragen voor alle fanboys. 06! 11, en de rest komt vanzelf. Yeah. Ja, precies. Jij moet nu dus nog 2 jaar op het college. Ja. Ja, wij studeren, wij hebben examen in hetzelfde jaar. Ja. Want ik ga nog VWO doen. Yes. En ik ben eigenlijk na dit jaar klaar, dus dat wordt wel echt een avontuur. Dat wordt zeker een avontuur, ja. Maar wij zitten nog even met elkaar. Ja, dat scheelt op zich wel. Dat vind ik wel echt een heel chill idee eigenlijk. Dat ik op VWO nog mensen ken naast jou en Christel. Dus ja, die natuurlijk afgelopen maandag... in de vlog is geweest. Heb je die vlog nog niet gekeken? Kijk deze podcast eerst af. En dan kijk je de vlog. En dan kijk je podcast 3, dan 1 en dan 2. Oké, dit is een beetje reclamepraat. Het is een beetje net als je op RTL 7 gewoon zulke films kijkt. Dan zit je uiteindelijk ook te denken, waarom komen al die stukjes film tussen die reclame door? Ja. Je moet gewoon normaal mijn reclame kunnen afkijken. Dat komt gewoon zo'n heel irritante film tussendoor, dat is gewoon naar. Nou, wat ik echt irritant vind, is als je... Dat is een beetje hetzelfde als dat hier alleen maar dezelfde vragen in dat vriendenboekje staan. Het is ook erg als gewoon je in zo'n film... telkens dezelfde reclames heb elk blok. Dan denk ik ook van, ja maar ik hoef je scheermissie niet. Ja, dat is wel waar. Ja,
En daarom is dat op YouTube wel handiger met die gepersonaliseerde reclames. Dat je gewoon weet dat er op één staat, nou, koop deze zonnebril. En dat je denkt van, ja. Ik heb een adblocker. Heb jij een adblocker? Ook bij mijn filmpjes? Nee, bij jou zet ik hem altijd. Ja, je kan letterlijk op adblockers kan je gewoon ook bepaalde sites goedkeuren dat ze wel reclame tonen. Ja. Ga youtube.com/armenfraude. Ja. En jij wil programmeur worden? Waarom? Ik ben altijd al wel een beetje een technisch persoontje geweest. Mm-hmm. Dus gewoon ook daar technisch toe aangelegd. Dus vandaar dat ik ook gewoon wel redelijk goed ben in wiskunde, natuurkunde, dat soort shit. Wacht, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag wel. Okay. Het zijn allemaal, via Coppa zijn ondertussen al mijn kijkers 13 plus geworden. Dus ondertussen kan ik ook gewoon reageren op clipjes uit Designated Survivor. Dus dat scheelt weer. Oh, oké. Okay. Ja. Ik kijk dus een serie en dat heet Homeland. Maar de serie die ik daarvoor keek was Designated Survivor. En nu zocht ik dus voor mijn YouTube kanaal even zo'n clipje op van Designated Survivor. Zie ik daarnaast een video staan die gaat over Homeland, de serie die ik nu kijk. Maar die geeft een gigantische spoiler weg over echt de allerbelangrijkste verhaallijn in Homeland. Oh, dat was zo dramatisch. Dus nu weet ik dat, ik weet niet of degene met wie ik kijk ergens meeluistert, maar nu weet ik dat de hoofdpersoon van Homeland in seizoen 3 aflevering 12, dus de allerlaatste aflevering van seizoen 3, gaat de hoofdpersoon dood. En hij heeft 7 seizoenen, dus normaal als je bij het seizoen 3 dan stopt, dan weet je wel van ja, waarschijnlijk gaat hij dan dood. Maar wij hoopten dus dat die hoofdpersoon alle 7 seizoenen met ons mee zou gaan. En nu weet ik dat hij in de seizoensfinale van 3 doodgaat, terwijl we nu nog maar midden in seizoen 2 zitten. Oh nee. Dat is echt zo drama. Oh, dat is echt heel naar. Kijk jij series? Nee. Nee, ik kijk echt, ja, Wie is de Mol is geen serie, denk ik. Nee, dat is een tv-programma. Nee. Want jij hebt geen Netflix? Nee, ik heb wel Disney Plus. Oh, dan kun je al Disney films kijken. Ja, ik ga deze zomer naar Disneyland, dus dat is superleuk. Ja, dat is echt heel vet. Maar gewoon in je vrije tijd dan game je of? Ja, af en toe speel ik wel eens Minecraft, dat vind ik dan nog wel leuk. Mm-hmm. En voor de rest, ja, wat doe ik in mijn vrije tijd? Ja? Ja, gewoon vooral. Ja, ook gewoon muziek luisteren soms. Ik hou heel erg van muziek. Gewoon dat je op bed gaat liggen en muziek gaat luisteren. Ja, ik lig niet zo heel vaak dan op bed. Want ik heb dan een hoog bed. En dat vind ik dan niet zo heel makkelijk. Maar ik zit ook echt vlak onder het schuine plafond. Dus dat stook ook vaak mijn hoofd. Mm-hmm. Maar ik heb wel gewoon een lekkere bureaustoel. Dus dan schuif ik mijn bureaustoel naar achter. Doe ik gewoon even mijn poot in de bureau. Ja. En dan. Oh, ik heb daar gewoon niet het geduld voor. Ik moet wel zeggen, ik heb dus bepaalde liedjes waarvan ik gewoon de 1 uur versie opzet tijdens het huiswerk maken. Dus dan komt hij 1 uur lang alleen maar achter elkaar hetzelfde. Dus wat ik dan. Maar daar kunnen alleen nummers die mij aansporen om te werken. En de enige 2 op dit moment die mij aansporen om zo te werken zijn Lose You to Love Me van Selena Gomez. Die ik dan 1 uur lang achter elkaar op mijn headphones heb staan. En Someone You Loved van Louis Capaldi. Ja. En dat is ook het enige waarmee ik echt goed kan werken wat ik op dit moment ken. Dus dan nice. Is het wel zo dat soms dan heb ik hem net iets te hard, want dan weet je niet of er iemand thuis is gekomen en achter je staat opeens. Dus als ik zo helemaal zo, yay, terwijl ik gewoon huiswerk aan het maken ben en dan zo, zit zo iemand en die zegt, alweer Someone You Love. Wat voor muziek, dat vroeg ik je natuurlijk net al, maar jij, ook van mensen zoals Shawn Mendes ofzo, heb je daar dan zo'n hekel aan? Ja, soms ook wel juist een beetje gewoon tegenwoordige muziek. Maar ja, het hangt er echt van af. Want ik kan ook niet, zeg maar, bijvoorbeeld, dat heb ik echt nooit. Dat echt een artiest is waarvan ik gewoon alle nummers in 1 keer mijn playlist in kan schrijven. Ja, het verschilt gewoon echt per nummer. Ik kan niet, zeg maar, echt zeggen van, yo, deze artiest heeft echt alleen maar vet. Ja, maar dat heb ik ook heel erg. Ja. Want heel veel mensen zeggen van, ja, ik luister echt alles van die en die en dat vind ik helemaal geweldig. En dan denk ik van, ja, ik vind ook wel artiesten echt helemaal geweldig. Maar niet op zo'n manier dat ik denk van, wow, als jij een nieuw nummer maakt, weet ik eigenlijk gewoon meteen, ik kan hem in mijn playlist gooien, want ik vind hem sowieso leuk, want jij bent het. Dan ja, heb maar, ik gewoon niet. Ja. Zo heb ik ook wel dat Shawn Mendes is de enige waarvan ik meer dan 4 nummers wel regelmatig luister. En verder van geen enkele artiest of zo heb ik iets waarvan ik echt flink luister. Ja, ik had vroeger ook echt, zeg maar, van iedere artiest eigenlijk maximaal 1 nummer. Ja, precies. Ik had nooit echt meerdere nummers. En dan heb ik nu wel iets meer. Maar ik heb er nu ook niet, volgens mij, niet meer dan 4 van 1 iemand in mijn playlist. En zijn er nou ook echt artiesten waar jij aan de muziek echt een hekel hebt? Ja, ik vind rap, Nederlandse rap vind ik niks.
Mm-hmm. Ik vind soms Engelse rap vind ik nog wel is wat hebben. Ik vind bijvoorbeeld Post Malone. Ik ga niet dit zo. Yay! Oké, dit was weer een heel gedoe. Echt mensen die de podcast luisteren. Dus gewoon tijdens het huiswerk opzitten. Hallo, ik heb het tegen jullie. Die zitten nu echt zo te kijken van wat zijn ze aan het doen. Oké, mijn kin was overbelicht. Alle 7, by the way. En het gordijn was dicht. Perfect. En wat vind je van iemand zoals Billie Eilish? Ja, daar kan ik echt van kokken. Dat vind ik echt helemaal niks. Ik heb een titel. Ik dacht al toen ik jou een beetje hoorde over jouw muziekbeschrijving, dacht ik al van, dit is sowieso iemand die Billie Eilish echt helemaal niks vindt. Ja, nee, ik vind Billie Eilish, vind ik echt van die emo-zooi. Maar als je Billie Eilish luistert, dan heb ik zoiets van, ja, maar dan ben je volgens mij ook gewoon niet vrolijk. Dan sta je ook gewoon niet vrolijk in het leven of zo. Ja, maar ik heb vaak, heel vaak, als ik muziek luister, dan heb ik behoefte aan, dan zit ik even in zo'n bui dat je echt gewoon even me niet zo lekker voelt. En dan heb ik even behoefte aan helemaal zo opgekeerd worden van Harmony, je bent helemaal goed bezig. En zo, ik weet dat niet echt typisch die muziek van Selena Gomez en Lewis Capaldi ook niet helemaal is. Maar de manier hoe Billie Eilish zingt, met dat van, ze zingt een beetje met zo'n crack in haar stem, wat het heel emotioneel maakt. Maar net wat ik gewoon niet prettig vind om naar te luisteren dus. Ik vind sowieso de muziek, ik denk dat als iemand anders de nummers zou zingen, zou ik het ook niet heel prettig vinden ofzo. Mm-hmm. Ik vind gewoon de muziekstijl ook niet. En de keuze van instrumenten. Ja, die maakt het ook nog wel even extra dramatisch. Gewoon even een klapje erbovenop. Ja, 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 ja. Ja, nee, ik snap. En wat vind je daarvan dat zij de muziek van de nieuwe Bond-film heeft gemaakt dan? Of ben je niet echt een James Bond-fan? Ik ben niet echt een James Bond-fan, maar ik weet wel dat die films wel echt heel vet zijn. En ik dacht echt van, oh... Dit is wel een beetje een tegenvaller dat hij echt van alle mensen zei het doet. Ja, ik moest wel zeggen, het schokte mij best wel dat zij het deed. Want het is niet dat ik ken haar verhaal een beetje, want ze heeft best wel een lastige tijd gehad en dat soort dingen. En in muziek heeft ze altijd het troost gevonden, net als in haar broer en zo. Ik heb best wel een studie van haar gemaakt. En ik bedoel ook niks persoonlijks rechtstreeks naar haar. Van, ik vind gewoon, maar die muziek spreekt me net iets minder aan. En ik verwacht altijd meer mensen zoals Adele daar. Dan mensen zoals zoiets. Ariana Grande, die zou dat ook nog wel eens kunnen doen. Zo maak ik. Maar ik vond bijvoorbeeld Skyfall. Ja, maar dat is wel echt. Dat was echt perfect. Die gebruik ik nog onder mijn video's tegenwoordig. Ja, en toen had je vorige. Bij Spectre had je The Writings on the Wall van Sam Smith. Heb je die geluisterd? Die vond ik ook best wel heel goed. Ja. En van daarvoor weet ik het eigenlijk allemaal niet meer. Maar ja. Ja, de James Bond film, ik ben zelf enorm fan. Ik heb ze bijna allemaal gezien. En nu heb ik een tante die mij de volledige verzamelbox van allemaal gaat geven. En dat is dus al super cool, want dan heb ik dus gewoon letterlijk alle films van geheel. Dat is wel heel vet. Ja, dus daar heb ik wel echt zin in. Om die weer allemaal te gaan kijken vanaf nummer 1. Die wel echt heel slecht is trouwens. Dus dan merk je het ook bij mijn vlogs. Als je echt mijn allereerste vlog kijkt, denk je van, wat ben je aan het doen? Mijn allereerste vlogs bestonden uit 3 filmpjes, waarvan 2 van 10 seconden en 1 van 7 minuten, waarin ik letterlijk gewoon andere mensen die aan het praten waren aan het filmen was. Ja, nice. Mocht je Harme Vrode vlog 1 willen kijken? Staat in de beschrijving. Oh, aan dat soort video's heb ik echt een hekel gekregen. Dat je ook denkt van, maar ik kan niet zomaar vanuit zo'n hele Harme Vrode playlist, kan je niet opeens zeggen, ja, ik haal nummer 23 weg. Want dan... Want die is minder leuk. Want dat is echt heel stom, maar... Want dan komt er sowieso, kom ik gewoon een keer op een random dag van, oh kijk, even in die playlist. 1, 2, nou 22, 24... Waar is 23? Ja, maar ik kan me daar zo in frustreren. Als je dan vroeger, ik was... Oké, dat klinkt heel raar misschien, maar... Ik was, toen ik echt 10 was of zo, was ik heel erg fan van The Kingdom. Dat zo'n Minecraft-serie op YouTube was dat. Mm. En zo. En toen uiteindelijk met je in zo'n aflevering 99. En in 98 zat zo'n enorme cliffhanger. En 99 was er gewoon niet meer. Die stond gewoon niet meer op YouTube. Oh. En dan is het en dan 100 weer. Maar dan miste je een heel deel van het verhaal. Ah, dat is heel pijnlijk. En bij een vlog is dat natuurlijk iets minder zo, dat je echt een deel van het verhaal... Maar het is nog steeds dat het hier heel erg onzin is als je... Ja. Dat is toch vervelend. Ja, maar het fijne aan zulke films zoals James Bond is dat het niet echt een doorlopend verhaal is. Maar dat het wel echt een film met een begin en een einde is vaak.
Ja. Dus dan op zich hoef je ze ook niet allemaal gezien te hebben om de verhaallijn toch te begrijpen. Want welke raad je aan om te beginnen? Ja, ik moet zeggen dat als je een beetje per acteur is het eigenlijk een soort aparte storyline van James Bond. Dus als je echt iets zou willen beginnen, dan zou je moeten beginnen met de storyline van de huidige James Bond. Van Daniel Craig. Alleen die heeft ook één film gemaakt, Quantum of Solace. En die is echt een stuk minder goed. Want ik ben letterlijk in slaap gevallen tijdens die film. Die was zo slecht. Dus die zou ik gewoon niet kijken. En dan verder alles gewoon wel kijken. Ja. Maar één was dus ook niet zo goed. Hoe bedoel je? Je dat zei het of niet? James Bond 1 komt uit 1962. Ja, oké. Okay. Ondertussen zitten ze bij 45 of zo. Ze gaan sneller dan de Amerikaanse president. dus dat is op zich wel... Ja, normaal, een Sherlock en James... Wow, waar kom ik opeen? Een James Bond film is vaak zo opgebouwd dat het eindigt met een enorm gevecht tegen de bad guy die uiteindelijk gewonnen wordt door James Bond. Waarin het dan lijkt, bijvoorbeeld een paar keer staat hij dan op een punt om in een vulkaan gegooid te worden of met een laser door midden gesneden worden of iets in die richting. En op het laatste moment lukt het hem toch en gooit hij die bad guy dan op die plek waar hij zou liggen en is hij dood. Mm-mm. Maar letterlijk, de allereerste Bond-film eindigt met dat hij de bad guy zo in zo'n nucleair waterdeel gooit. En die duikt onder en dan weet je van, nu is hij dood, want water wat nucleair is, daar ga je dood van. Maar gewoon dat hele gevecht dat ontbreekt. Het is gewoon één trap zo, wow. En dan is het zo van, doe je bad guy. Ja. En dat is een beetje teleurstellend, want normaal hoort zo'n gevecht gewoon gerekt te worden tot 20 minuten. Ja. En dan is het gewoon één kick en over. Ja, zo heb je echt in heel veel films heb je gewoon letterlijk dat gevechten gewoon in Game of Thrones, de Battle of Winterfell, anderhalf uur lang gevechten. In Lord of the Rings, de Battle of Minas Tirith, 1 uur lang zit je gewoon te genieten en te stuiteren voor de tv. Wie zou er winnen? En zo, dat is wel echt iets. Wie denk jij dat er gaat winnen? Stem in de poll. Ik kan niet 2 polls op 1 video zetten. Echt niet? Jawel, maar ik heb geen zin in. Echt niet? Jawel, maar ik heb gewoon geen zin in. Nice. Nou, stom aan Lord of the Rings, was toen dat voor de eerste. Heb je dat gezien? Heb je Lord of the Rings gezien? Nee. Ja, ik heb het boek dus gelezen, die staat hier toevallig ook. Het boek had ik gelezen voor de film, maar dan weet je al hoe het eindigt. Ah. Dus dat is ook een beetje stom eigenlijk. Oké, je hoort het eerste film, dan het boek. Ja, maar als je de film hebt gezien, wil je het boek niet meer lezen, want het boek is veel langdradiger. Eerst het boek, min het einde, dan de film, dan het einde van het boek. Exact. Nou, kijk jongens, hier. Nou, ik sprak vanavond met mijn vader en die zei dat hij bij de Lord of the Rings een van de enige boeken is, waar hij dan gewoon nog een deel al heeft gelezen aan het eind van, om te kijken of het nou wel of niet lukt. Dus dat was best wel grappig. Nice. Ik ben wel... Best wel iemand die gewoon eerst de laatste pagina's van het boek leest voordat hij überhaupt begint aan het boek. Maar ik vind dat nog altijd leuk om gewoon de laatste pagina's te lezen. Ik weet niet, kunnen we een voorbeeld doen? Dat gaan we gewoon doen. Dit is het laatste gevecht, het allerlaatste Narnia boek. Heb je Narnia gelezen? Ja. Allemaal? Nee, niet allemaal. Dit eindigt ook zo dramatisch hier. Wie de... Wie denk jij wel niet dat je bent? Niet voorlezen. Het zal wel. Thumbnail. Dit eindigt... Oké, dus zo ding gaan we zo maken. Hier. Oh, maar trouwens, hun... spoilers. Hier, dit is nog erger. Maar voor hun was het nog maar het begin van het echte verhaal. Hun hele leven in deze wereld en al hun avonturen in Narnia waren niet meer dan de omslag in de titelpagina geweest. Nu begonnen ze eindelijk aan hoofdstuk 1 van het grote verhaal dat niemand op aarde nog gelezen heeft. Dat voor eeuwig door blijft gaan en waarin ieder hoofdstuk nog mooier is dan het vorige. En daar eindigt het boek mee, hè? Dus dit is het allerlaatste boek van die serie en dat eindigt met... Ja, dat is zo erg. Dat is even heel lullig. Maar mocht je Narnia ooit gaan lezen, lees het laatste boek vooral niet. Want ik moet elke keer als ik hem lees, ik ben 16 ondertussen, ik moet nog elke keer als ik hem lees, moet ik huilen. Oh. Dat is zo'n dramatisch boek. Maar echt letterlijk, als ik hem weer ga lezen, als ik nu gewoon die... Er zit een bepaalde hoofdstuk in waar ik altijd bij moet huilen. Als ik die nu ga lezen, ga ik gewoon weer huilen. Zou wel goed zijn voor de kliks trouwens. Harme huilt tijdens het lezen van Narnia. Dat wordt de volgende podcast. Ja. Of een vlog. Ja. Deze podcast heet waarschijnlijk gewoon Leon heeft een hekel aan Billie Eilish. Ja.
Op zich, dan krijg je als eerste gewoon 50 haatreacties van mensen die geen seconde van de podcast hebben gezien. Maar duidelijk moeten maken dat jij een volledig vreselijk persoon bent. Ja, dat is wel echt zo. Dat is ongeveer hoe de YouTube scene werkt. Ja. Letterlijk dat ik een diss track online gooi, waarin ik in de allereerste seconde van een beeld staat, neem deze diss track niet serieus. En dat gewoon mensen daaronder reageren, ja, die cyberpesten. Ja. Dus ja, ik neem dit wel ernstig serieus. Zijn er nog dingen waar jij iets over zou willen zeggen? Ik vind je spraakgebrek mooi. Ja, ik heb altijd dat als ik te snel wil praten, dat letterlijk het nooit goed komt. Als je mijn serie Mannen lezen de vrouw kijkt, dan link in de beschrijving. Kijk het, maar kijk eerst deze podcast af. Dan zie je letterlijk dat in die serie, lees ik een stuk in het blad. Daarna wil ik daarop reageren, ben ik helemaal in mijn hoofd, wat wil ik zeggen? En dan weet ik wat ik wil zeggen. En dan begin ik. Ja. Ik heb één keer bij een Nederlands presentatie gehad. Dat was volgens mij echt in de eerste. Was ik echt helemaal overtuigd van mijn eigen dingen die ik aan het zeggen was. Alleen voor mijn klasgenoten die zaten echt. Die verstonden er echt niks van. Ja. Die dachten echt van. Wat ben jij er aan het doen? En echt mijn Nederlands docent zei. Leon, even rustig aan. Neem even een slokje water desnoods. Ja. En ik zat echt van, nee, ik zit echt midden in mijn verhaal. Ja, dat heb ik ook wel. Ik moet op zich zeggen dat ik dat ook wel. Ik heb nu een Engels presentatie, ben ik aan het voorbereiden. Die moet ik na de herfstvakantie. Goedemorgen, na de voorjaarsvakantie moet ik die houden. Maar het stomme is, het is een verhaal wat ik ongelooflijk leuk vind om te vertellen. Dus ik ben helemaal hyped om dat aan mijn hele klas te vertellen. Maar waarschijnlijk zit iedereen in die klas als, oh nee, het is weer zo'n presentatie, ik heb er helemaal geen zin in. En waarschijnlijk boeit het niemand wat je te vertellen hebt. Terwijl ik helemaal mijn best zit te doen om echt een geweldige presentatie te houden. En dat vind ik het stomme aan, dat het eigenlijk als je een presentatie op school houdt, niemand boeit wat je zegt. Ja, we hadden vorig jaar met godsdienst. Er was één jongen. Maar niet tegen de tafel, dan hoor je dat. Oh, excuses. Vorig jaar hadden we één iemand in de klas. Of tenminste, was een groepje. Twee jongens, twee meisjes. En die twee meiden, ja, die wisten eigenlijk, waren eigenlijk niet zo goed voorbereid. Maar die praten er wel een beetje doorheen met de PowerPoint erbij. Er was één iemand die zei alleen maar En er was echt één jongen. Nou, die ging recht even verstaan. En die kwam echt vol overtuiging met zijn verhaal. En het boeide niemand. En ik dacht echt van, ja, het is ergens wel sneu. Want je ziet ergens wel van dat hij er echt zijn moeite in steekt. Dat hij het echt vet vindt. Maar iedereen zat echt van, ja, oké. Ja, het is wel echt herkenbaar. Ik heb zelf dan gehad dat ik op de basisschool zat met een meisje die altijd spreekbeurt had van letterlijk 3 kwartier. Maar letterlijk, ik merkte gewoon hoe leuk ze alles vond waar ze over vertelde en zo. Maar de hele klas zat zo van, goedemorgen, je spreekbeurt duurt al 3 kwartier, weet je dat? Maar ik zat van, nou op zich, je hebt zo je best gedaan in die presentatie. Dat meisje kreeg altijd onvoldoende. Maar die had juist alleen maar meer informatie dan iedereen ooit. Het was interessant, alleen het duurde veel te lang. En daarin moet je ook leren, als je een spreekbeurt houdt, dan gaat het niet om hoeveel informatie je hebt, maar hoe je het brengt. Ja. Bijvoorbeeld als ik nu in deze video zo opeens ga praten, dan gaan heel veel mensen van jullie wegklikken. Maar omdat ik zo praat en ik helemaal interessant aan het praten ben en doe alsof ik het echt interessant vind wat ik zeg, kijken jullie. Dus ja, yes. Daar zit het vooral aan. En het grappige is dat iedereen die nu kijkt, die kijkt inderdaad. Ja. Dus iedereen die al weggeklikt is, weet niet dat ik dit nu zeg. Dus dat is ook heel handig. Shout-out naar alle mensen die de podcast helemaal afkijken. Of ben jij weggeklikt? Dislike de video. Dislike de video als je bent weggeklikt. Like als je er nog bent. Hier heb ik dus echt zo'n hekel aan. Nee, maar ik eigenlijk ook. Maar abonneer dat moet eigenlijk op het einde. Ja, en want dit is dan nu het einde van de podcast. Dat was een grapje voor als je aan het luisteren bent. Het spijt me. Blijf. Ja, nee. School. Ja. Als je nu bezig bent met school en dit aan het luisteren bent. Goed zo, je kan het. Zet door. Ga over. Studeer. Haal je examen. Heb een goed leven. Werk. Oh, je wordt gewoon gemotiveerd hier door Leon. Ja. Dit is echt gewoon, dit wil je luisteren. Als je denkt dat je het niet meer kan, je kan het. Zet door. Ik heb vertrouwen in je. En als je even geen zin meer hebt, dan eet je een koekje en dan drink je wat water. En dan voel je je weer gemotiveerd. Nee, dit is niet gesponsord. Nee, er zit ook geen eens een etiket op.
Ja, maar je kan het toch... Niet zo goed. En, je zei 13 plus, net, niet 18 plus. Welkom bij 18 plus. Nee, ik denk dat dit het was. Oh ja, trouwens, ik ga ook met Leon straks Man Leest de Vrouw opnemen. Want ik heb beloofd dat er bij Man Leest de Vrouw ook gasten zouden komen. Oh ja, gaan ja. We samen doen. Of ben ik de eerste? De eerste gast bij Man Leest de Vrouw. Hell yeah. Super. Dus heel erg bedankt voor Stay kijken. Tuned. Ja, yeah, oké. Okay. Ja, sorry. Excuses. Maak jij me anders af. Oh ja, zal ik de video eindigen? Nou, dit was de podcast met Harmen Frodo en Leon Beesteer. Als je het hebt gekeken, leuk dat je hebt gekeken. Laat een duimpje achter. Als je het hebt geluisterd, succes met je huiswerk. Of met wat je anders aan het doen bent. En fijn leven. En like ook nog even de video. Abonneer op het kanaal. Zet het belletje aan. Kijk alle vlogs. Kijk ook de andere podcasts. En kijk mijn aflevering met Man Lezen de Vrouw. Die binnenkort ergens een keer online komt. En... Je mag ook nog een shout-out doen naar Instagram en je YouTube kanaal. Oh, shout-out naar mijn Instagram. Leon.beesteer. Goed zo. Ja, normaal heb je nou mensen die zeggen, shout-out naar mijn Instagram. En dan is dat van, ja, maar zeg je Instagram. Oké, heel erg bedankt voor het kijken en tot ziens.